Het journaal van de STVS is zaterdag 16 november 2019. Van harte goedenavond. Het officiële staatsbezoek dat president Desiree Bouterse op 25 november aan de Volksrepubliek China brengt, is heel belangrijk voor de relatie tussen beide landen. Deze statement maakte minister Ildis Polat-Biegli van Buitenlandse Zaken vandaag. Suriname en China zullen de bilaterale relaties verdiepen. Presidentsbezoek, let wel. Niet zoals het is verschenen in de media, staatsofficieel. Het is een staatsbezoek. En dat betekent het hoogste bezoek dat er kan zijn tussen staten. En hij zou in deze ontmoeting met het hoogste gezag in China weer tot uitdrukking doen komen. De hele bijzondere ontwikkelingsrelatie die bestaat tussen onze twee landen. Eén van historische aard, maar meer nog het feit dat wij op een strategisch punt zijn beland dat de relatie verder naartoe moet gaan. En voor ons land betekent dat wel een groot moment, voor het staatshoofd uiteraard ook. En wij zijn voornamelijk verheugd dat wij op verschillende gebieden in staat zullen zijn om overeenkomsten te tekenen of MOU's. Ik denk aan de landbouw, ik denk aan de veiligheid, ik denk onder het raamwerk van het Belt and Road initiatief van president Xi Jinping, waarbij infrastructurele werken tot uiting kunnen komen. U weet dat wij huizen en wegenbouw onder andere met ondersteuning van China uitvoeren. Dus dat zal alleen maar beter tot z'n verf komen. Al met al een heel strategisch moment om onze relatie dichter bij elkaar te brengen. Het bezoek van president Bouterse aan China zal er met name in moeten resulteren dat het partnerschap tussen beide landen wordt versterkt. Voorafgaand aan dit staatsbezoek ontvangt de president zijn ambtgenote, premier Mia Amor-Motley van Barbados. Ze brengt een driedaags bezoek aan Suriname om afspraken van het eerste bezoek in 2018 te finaliseren. De Tawayari-Polderweg is vandaag voorzien van de eerste asfalteringslaag. De weg is 1200 meter lang en wordt in zijn geheel aangepakt. Deze weg is onderdeel van het landelijke rehabilitatie- en asfalteringsprogramma van openbare werken, transport en communicatie. Dit is het Dalian 4 project. We zijn al gestart om dus de planning te maken wat Dalian 5 betreft. Los daarvan zijn we hard bezig met ons nationaal infrastructuurprogramma, waar een x-aantal Surinaamse bedrijven deelnemen. Koeldiepzing Infra, Tjongalanga, Baitali. En we hebben ook APS, NVD, ook een van de partners is van openbare werken om wegen aan te pakken. Dus als we zoveel bedrijven hebben ingezet, dan kunt u natuurlijk nagaan hoeveel kilometers aan wegen we al hebben gedaan en hoeveel kilometers we nog moeten doen en gaan doen. Immers, infrastructuur betekent ontwikkeling, betekent de ontwikkeling die er was verder voort te zetten. Betekent dat ondernemers kunnen komen investeren, dat de burgerij natuurlijk een stukje verzachting in de situatie merkt. Betekent ook natuurlijk een mooiere omgeving. En in een mooie omgeving kunnen kinderen natuurlijk ook het best gaan ontwikkelen. Het ministerie wil met deze werkzaamheden ervoor zorgen dat men op landelijk niveau gebruik kan maken van verharde wegen. De minister hoopt dat de werkzaamheden op tijd worden afgerond. We zijn nu aan het verhogen van onze tempo. Maar natuurlijk houden we rekening dat we straks december hebben. Dat de arbeiders van de diverse aannemers ook een beetje rust moeten hebben. Daar houden we rekening mee. Maar vanaf januari dat is het full speed. Als we nu op de vierde versnelling zijn, dan zijn we in januari op de vijfde en daarna op de zesde versnelling richting eind van 2020. Dus nogmaals, een behoorlijke economische spin-off, omdat al het geld dat we stoppen in de projecten ten gunste en ten goede komt uiteindelijk ook voor de Surinaamse gemeenschap. Verder vraagt de minister van OWTNC nog even geduld en begrip totdat de werkzaamheden aan de Zwartenhovenbrugstraat zijn afgerond. Volgens planning moet het werk rond de tweede week van december worden opgeleverd. We moeten begrijpen dat de Zwartenhovenbrugstraat een van onze oudste wegen betreft in onze wegennet. En het is een van eminent belang zijnde weg, omdat hij eigenlijk, ja, wanneer je dus die noord-west situatie hebt, sorry, noord-zuid,
dan is dat een van onze belangrijke aders die de gemeenschap met elkaar verbindt. En iedereen maakt er gebruik van, al is het 1 of 2 keer. Sommige mensen moeten elke dag eroverheen. En dat brengt het ongerief, omdat het afgesloten is. We hebben een situatie gehad toen we hebben opengebroken. En dat heb ik persoonlijk ook mogen zien, dat dus de verouderde infrastructuur daar beneden, daar heb ik het over waterleiding, EBS, telesuur, de ontwateringsbuizen van openbare werken zelf, ontwatering, maar ook oude gasleidingen van het moet voor de onafhankelijkheid zelf zijn geweest, alles was crisscross daaronder. De Zwartenhovenbrugstraat is een van de belangrijke wegen van het centrum. Door de werkzaamheden ontstaan er op verschillende momenten files. De minister wil, voordat de decemberdrukte begint, dat deel waaraan er nu wordt gewerkt opleveren. In december verwachten we natuurlijk een heleboel toeristen uit het buitenland. We houden daar ook rekening mee dat die drukte ook erbij gaat komen. Zo zijn we natuurlijk gestart om de vele ideeën die we op het ministerie hebben, maar we gaan ook daar deskundigen vanuit buiten aantrekken, vragen om ons ook daarbij te ondersteunen, om de zware verkeerscongesties, de files die we kennen, om die enigszins te gaan doorbreken. Ik zeg enigszins, omdat ik geloof dat we dus een verlichting in kunnen brengen, maar dat het voor eens en voor altijd weggewerkt zal worden, dat kan natuurlijk nog een tijdje duren. Maar dat we dus bepaalde wegen, eenrichtingswegen kunnen maken, dat we andere wegen wat kunnen verbreden, dat we andere voorzorgsmaatregelen kunnen gaan treffen om vooral onze arbeidende klasse, die 's morgens te kampen heeft met lange files, niet op tijd aan het werk kan komen. Daar heb ik het over natuurlijk aan ieder die van de wegen gebruik maakt. En de mensen die de bussen moeten pakken, omdat de bussen natuurlijk ook een behoorlijke drukte veroorzaken. Dat wij dus proberen met alle stakeholders de koppen bij elkaar te steken. Dat is ook eerder gedaan. Maar u begrijpt, te veel praten, te veel nadenken, het neemt tijd. Wat we nu moeten doen is acties gaan voeren om daadwerkelijk die gemeenschap uit die situatie te kunnen halen.